En je hebt je aangemeld voor een workshop in digitale didactiek in de dagelijkse praktijk. En die wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en wel de Amsterdamse klas. De gemeente Amsterdam houdt zich actief bezig met het Amsterdamse onderwijs. En wil ook graag dat docenten daarin, dat onze docenten voldoende worden ondersteund in digitale didactiek. Ik ben dus de programmamanager van het Pastoraat Mediawijsheid. En dat is een samenwerkingsverband tussen de vier Amsterdamse mbo-instellingen. Vanuit die vier Amsterdamse mbo-instellingen zijn er docenten betrokken. Die dagelijks of wekelijks moet ik zeggen werken aan hun eigen leervragen rondom digitale didactiek en of mediawijsheid. En wij gaan dus straks kijken naar de producten die zij daarin opleveren en hoe dat proces verder verloopt. In deze meeting is ook een collega van mij aanwezig, Friederike Zade was er. Friederike, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, hallo, ik ben Friederike. Ik werk sinds september bij het Practoraat als onderwijskundige. En ik begeleid studenten, dat wil ik bijna zeggen, maar docenten die zich soms ook gedragen als studenten. Bijvoorbeeld Max doet mee bij de groep docenten. En daar hou ik een beetje het proces bij, want de docenten doorlopen dus steeds een experimentencyclus om de onderwijspraktijk te verbeteren. En de producten die ze opleveren, die zijn voor iedereen toegankelijk. Dus het is heel waardevol wat ze doen. Wat ik vandaag met jullie wil gaan doen, jullie zijn toegevoegd tot een teamsomgeving. En je ziet als eerste bericht in het algemene kanaal, zie je het programma van vandaag staan. En je kan dus zien hoe het is opgebouwd, maar ook wanneer we dus iets anders gaan doen. Dus wanneer we een uitstapje maken naar een Mentimeter bijvoorbeeld of naar een Padlet, dan zie je uitgelegd hoe je dat kan doen. Dus dan kan je op de link klikken of naar Menti gaan en dan heb je daar dus de instructies voor bij de hand. Dus vanuit het algemene kanaal zal ik telkens navigeren. Dus kijk daar vooral ook. Mijn collega Friederike die kijkt dus mee in de chat om ervoor te zorgen dat we de vragen kunnen beantwoorden. Ik verwacht alleen dat hè, in dit uur misschien zijn er wat meer vragen dan ik kan beantwoorden. Maar dan zal ik ervoor zorgen dat na afloop, na deze workshop, dat ik de vragen alsnog nalees. En dat die beantwoord worden. Dus dat is even voor zover hoe de workshop is opgebouwd. En dan wil ik eigenlijk even beginnen door te weten wie ik hier allemaal voor me heb. En dat gaan we doen aan de hand van twee vragen via Mentimeter. Dus ik wil je vragen om naar menti.com te gaan en daar de code in te voeren. Die code staat dus in het algemene kanaal. Dat is 973-9440. En dan worden je twee vragen gesteld, namelijk in welk vak geef je les en hoe pas je momenteel digitale didactiek toe? Ik ben namelijk best wel nieuwsgierig wie jullie allemaal zijn. En om dat te kunnen weten, kijk, en ondertussen doe ik mijn schermdelen het. Als het goed is, is het nu in beeld. Dus menti.com en dan staat bovenin de code 9739440. En wanneer je op de website uitkomt, dan heb je dus de vraag voor je en kan je daar antwoord op geven. En kan je ook doorklikken naar een volgende vraag. Dus ik vraag je om antwoord op te geven op de vraag in welk vak geef je les. Nou, ik heb zelf les gegeven in de vakken mediawijsheid, mediarecht, marketing en communicatie en verschillende keuzedelen. Nou, daar zien jullie natuurlijk ook al de koppeling tussen het Practoraat Mediawijsheid en waar ik eerder in heb lesgegeven. Die lessen gaf ik overigens bij het Media College Amsterdam. Wat ik hier allemaal voorbij zie komen, dat is heel wisselend. Economische vakken, twee Engels docenten, maar ook verpleegkunde, communicatie, detailhandel, recht, ontwikkelingspsychologie. Leuk om te zien. We hebben dus een beetje een beeld. Dus de vraag is nu, hoe pas je momenteel digitale didactiek toe? Nou, daar hoef je alleen antwoord op te geven als je zegt van ik heb daar iets in te delen. Het hoeft niet per se, maar ik was gewoon even nieuwsgierig hoe dat sommige mensen er nu gebruik van maken. Nou ja, ik zie in ieder geval dus via Teams. Nou, er worden allerlei tools genoemd, Socrative, Forms, Nearpod, Mentimeter, WillDecide. Ik denk dat WillDecide dat ook bedoeld werd met het spinwiel.
Kahoot wordt genoemd. Ik maak gebruik van sommige tools, Padlet, werken via Zoom. Nou, zo zien we al een enorm scala aan wat er allemaal is. Iemand noemt hier ook al hè, de AVG, daar moeten we ons natuurlijk aan houden. Interessant om te zien, goed om te weten van wat er zo ongeveer allemaal speelt. En dan heb ik ook een beetje een beeld van wat ik zo ongeveer in huis heb. Nou had ik net al laten weten dat ik ga proberen om zoveel mogelijk erop in te spelen. Op wat jullie aan vragen hebben. En ik merk, sommigen hebben dus niet de chat, dus dat maakt het wat lastig. Stel dan een vraag door je hand op te steken of in beeld te komen. Ik graag met jullie wil delen wat er gebeurt binnen het practoraat mediawijsheid. En ook hoe jullie digitale didactiek kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. Dus daar ga ik nu wat meer over vertellen. Ik ga even naar onze website toe. mbomediawijs.nl. Dat is de website van het practoraat mediawijsheid. En als je op de homepagina komt, dan kan je naar beneden scrollen. En daar hebben we het zogenaamde smoelenboek. Dus hier zie je de collega's die allemaal betrokken zijn bij het practoraat mediawijsheid. Nou, wellicht zie je al iemand die je kent. Als je contact wil zoeken met een van ons, dan kan je over de foto heen scrollen. En dan wordt er een verbinding gemaakt met LinkedIn. Uiteraard kan je ook contact zoeken door het contactformulier in te vullen. Maar zo zie je in ieder geval wie er allemaal bij betrokken zijn. En deze mensen gaan dus wekelijks aan de slag met digitale didactiek. Doordat ze een eigen leervraag formuleren en aan de hand van design thinking aan de slag gaan. En dat wil zeggen dat ze gaan experimenteren met digitale didactiek in de eigen onderwijspraktijk. En aan de hand van die experimenten komen er producten voort. En dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we op deze website allemaal lessen hebben staan. Zie hier bijvoorbeeld de mediawijsheid lessen. Nou, als je daar dan op klikt, dan zie je aan de linkerkant zie je een filtering. En die filtering dat kan zijn op basis van een bepaald thema dat je in wil zetten, maar kan ook gelineerd worden aan het vak dat je geeft. Of het niveau waarop je les geeft. Of dat je misschien al weet, ik wil deze tool inzetten, maar ik weet niet zo goed hoe dat ik dat kan doen. Dan kan je daar dus op filteren en dan krijg je vervolgens alle lessen te zien. In dit geval die Padlet inzetten. En dan word je een beetje geholpen met hoe dat je dat kan doen. Nou, dit is een van onze paradepaardjes. De mediawijsheid lessen die we hebben. Ik meen dat het er inmiddels zo'n 150 zijn. Het is allemaal vrij te gebruiken. Wanneer je erop klikt, dan krijg je meer en kan je de les ook downloaden. Dus maak daar ook vooral gebruik van. En naast al deze lessen hebben we ook video's gemaakt over educatieve tools. Ik zag net in de Mentimeter al van alles voorbij komen over wat er werd gebruikt. Maar als jij graag meer tools wilt gebruiken in je les, maar niet zo goed weet hoe of wat, dan kan je dus naar deze website toe gaan van mbomediawijs.nl. En dan vind je ook wederom hier aan de linkerkant een filtering. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat je wil gaan differentiëren met in je les, maar dat je niet weet welke tool je moet gebruiken. Nou, als ik dat nu doe, dan krijg ik dus nu suggesties over welke twee je wilt hebben. En als je op zo'n tool klikt, dan krijg je meer uitleg. Want de collega's van het practoraat die hebben dit uitgezocht. Die hebben ook allerlei video's gemaakt om jou wat meer erover te vertellen. En dat zie je ook uitgeschreven in de tekst. En bij al die verschillende educatieve tools hebben we ook aangegeven in hoeverre het AVG-proof is. Want daar dienen we natuurlijk rekening mee te houden. En bij dat onderdeel laten we dan telkens even weten of er persoonsgegevens worden uitgevraagd. En als dat het geval is, wat voor data er precies wordt opgeslagen op de servers van het desbetreffende bedrijf. Dus zo weet je hoe dat je om moet gaan met de tool en of er bijvoorbeeld een verwerkingsovereenkomst moet worden gesloten door de school. Nou, dat zijn toch eigenlijk wel de twee belangrijkste dingen die je kan vinden op onze website, namelijk die lessen en die educatieve tools. Dus als je meer wilt gebruiken aan mediawijsheid of digitale didactiek, dan kijk hier vooral rond. Nou, liet ik net al even weten dat de docenten gebruik maken van design thinking methodiek. En daarin kan het proces soms interessanter zijn dan het eindproduct zelf.
En daarom is het goed om in te zoomen op wat er allemaal mogelijk is. En we hebben op ons YouTube-kanaal nog meer materiaal staan. Hoi collega, ik ben Marit. Hij ging al meteen van start, sorry. Nog meer materiaal staan. Als jij dus weet van, nou, ik wil heel graag mijn les verrijken met digitale didactiek. Maar hoe doe ik dat? Dan kan je dus deze video's bekijken. Er is een hele reeks van. Voor nu kijken we even naar één specifieke video. En dat gaat over de werking van het TPEC-model en hoe je dat kan gebruiken in je eigen lessen. Dus daar gaan we voor nu even naar kijken. En in deze video ga ik je vertellen hoe je je les kan verrijken met ICT. Dit wil ik graag doen aan de hand van het TPEC-model. Dit model laat je zien hoe ICT ondersteunend is aan het vakinhoudelijke of het didactische dat je wil gaan doen in de les. Daarmee is ICT ondersteunend aan hetgene dat je wilt doen en niet een los onderdeel. Ik ga dit laten zien aan de hand van een voorbeeld. Stel je ontwerpt een les voor het vak burgerschap. Dan begin je met de omschrijving van een leerdoel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ik ben kritisch op de verkregen informatie door genoemde bronnen te achterhalen. Ik kan uitleggen waar je op moet letten om te beoordelen of de bron de juiste informatie bevat. Nu weten we waar de les over moet gaan. Hoe gaan we het dan verder aanpakken volgens dat TPEC-model? Nou, je kan de studenten voordat de les begint een eigen leervraag laten opschrijven over dit onderwerp. Ik kom er later op terug waarom dat een belangrijk onderdeel kan zijn. Dan vervolgens is er een kennisblok. Er is overdracht over hoe je precies naar bronnen moet kijken. Bijvoorbeeld als het gaat over de relevantie van een datum. Dat je kijkt naar het medium. Dat je beoordeelt of dat andere bronnen dezelfde inhoud bevestigen. En daarbij is het belangrijk dat je een koppeling maakt tussen die kennis en het werkveld. Wat is nou eigenlijk de relevantie van deze les? Waarom moeten ze dit weten en hoe gaan ze hier gebruik van maken in hun eigen beroep? Dan vervolgens is er een werkvorm. En in die werkvorm gaan studenten eerst individueel op zoek naar een nieuwsbericht. En dat bericht gaan ze posten op een bord die je hebt aangemaakt op Padlet. Een medestudent gaat dan vervolgens kijken naar het bericht dat is geplaatst. En gaat opzoeken wanneer de publicatiedatum was, waar het is gepubliceerd of andere bronnen de inhoud bevestigen. En dan vervolgens wordt er klassikaal via Padlet gestemd. Welk nieuwsbericht is volgens hen het meest betrouwbaar en waarom? En dan als laatste is er een stukje reflectie. En dan wordt er gekeken naar de leervraag die is opgesteld. En beoordelen de studenten in tweetallen: heb ik antwoord gekregen op de vraag die ik mezelf van tevoren had gesteld? Dit is natuurlijk een grove indeling van een les. Maar hiermee wil ik laten zien dat de les is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Namelijk vakinhoudelijke kennis, de koppeling tussen de les en het werkveld, technologische kennis, namelijk om kunnen gaan met Padlet, weten hoe dat werkt, en als laatste de didactische kennis, namelijk actief bezig zijn met je eigen leerproces en daar zicht op hebben. En dat is precies waar het TPEC-model om gaat. Aan de rechterkant zie je het model en dan zie je dus dat het gaat om drie onderdelen. Technologische kennis, didactische kennis en vakinhoudelijke kennis. En wanneer die drie samenkomen en elkaar ondersteunen, dan zit je in het center van TPEC. Dan zorg je ervoor dat die onderdelen elkaar stimuleren en dat je het maximale uit de les kunt halen. Dan kan ik me voorstellen dat je dit hoort en dat je dan denkt, ja, maar welke technologische tools kan ik nou precies gebruiken? Er zijn er heel veel en dan moet je ook rekening houden met verschillende onderdelen. En het eerste is dat je nadenkt over dat het aansluit bij het doel van de les. Dat kan je op verschillende manieren doen. Het Tractoraat Mediawijsheid heeft een indeling gemaakt waarbij je kunt zien welke educatieve tools aansluiten bij de 6 rollen van een docent. Wanneer je daar nieuwsgierig naar bent, nodig ik je uit om naar de website toe te gaan en dat te bekijken. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je goed weet welke data er wordt gebruikt en wordt verzameld door een educatieve tool en of je het wel kan inzetten in het klaslokaal. Om dat te kunnen weten is het goed om de richtlijnen van de eigen school erbij te pakken. Is het conform de regels die binnen de eigen organisatie zijn opgesteld? Kom je er niet uit? Dan kan de functionaris gegevensbescherming je daarbij helpen. Een andere manier is om te kijken naar de beslisboom van Sambo ICT. Wanneer je naar de website van Sambo ICT gaat en zoekt op beslisboom, kom je erop uit. Er worden hier dan verschillende vragen gesteld
En dan krijg je vanzelf antwoord of de educatieve tool geschikt is om te gebruiken in het klaslokaal. Als derde kan je natuurlijk ook gebruik maken van bestaande integraties. Veel docenten maken nu gebruik van Microsoft Teams. En Microsoft Teams is de afgelopen tijd erg actief om de leeromgeving uit te breiden. En kunnen er verschillende educatieve tools geïntegreerd worden in de Teams-omgeving. Wil jij weten welke applicaties je allemaal kan gebruiken? Dan kan je in het kanaal bovenin op het plusje klikken waar staat tabblad toevoegen. En dan krijg je een overzicht van alle applicaties die je kunt gebruiken. Naast deze tips is het natuurlijk ook mogelijk om... Even tot zover, want hier verwijs ik namelijk naar onze website en die hebben jullie net ook al gezien. Maar in ieder geval laat ik met deze video wel zien hoe dat je ervoor kan zorgen dat je met de digitale didactiek aan de slag gaat. Dus hoe dat je aan de hand van dat TPEC model kan gaan starten. Nu had ik eigenlijk voor deze workshop in gedachten dat we uiteen zouden gaan in kanalen. Maar omdat niet iedereen goed bij de Teams-omgeving kan, laat ik zien wat er in die kanalen gebeurt. Ik had per kanaal een thema aangewezen. Thema's waarvan ik van de mensen om me heen nu begrijp dat dat veel speelt en dat mensen daar meer informatie over kunnen gebruiken als het gaat over online lesgeven. Dus dat betreft online praktijkonderwijs, online begeleiding, online differentiëren en online groepsvorming. En per thema zijn er allerlei tips gegeven om te bestuderen. Dus ik heb hier materiaal ingezet waarbij ik verwijs naar bijvoorbeeld de Hans Hogeschool die tips geeft, maar ook co-spaces, hoe je dat kan inzetten, het lesmateriaal van het Practicaal Media Wijsheid, maar ook materiaal van ROC van Amsterdam. En dan vervolgens had ik hieronder nog een verdiepingsslag, want we hebben op onze website namelijk een naslagwerk gemaakt in tijden van corona. En daar verwijs ik ook nog naast het TPEC-model naar een ander model, namelijk het SAMR-model. Nu is dit natuurlijk allemaal erg veel en mijn intentie was om hier in kleinere groepjes mee aan de slag te gaan, want we zijn nu namelijk met een behoorlijke club. Maar omdat dat niet helemaal gaat lukken, stel ik voor dat ik de informatie met jullie ga delen en dat ik achteraf ervoor zorg dat je van mij nog een mailtje krijgt met een overzicht van dit alles wat ik hierin heb gedeeld. En dat je dan later contact met mij kan zoeken of met een collega van het practoraat wanneer je daar meer over wil weten. Dus voor nu praat ik even door. Ik hoop dat dat voor iedereen de juiste manier is. En dan sluit ik straks af door te vragen wat jullie daar nog meer over willen weten. Dat is een vraag van Marianne Brassen. Ja, zeg. Vertel. Ik heb een vraagje over de breakout rooms. Want ik zie dat is, onder algemeen staan vier thema's, hoofdstukken. Dat in, en de breakout room, is dat de breakout room? Ja, klopt. Oké, en er komt een nieuwe functie aan. Dat het makkelijker is om dat in te zetten tijdens de les. En mijn vraag is dan wanneer dat beschikbaar is. Weten jullie dat? Nee, dat heeft Microsoft helaas nog niet bekendgemaakt. En wat ik heb gemerkt met andere nieuwe functies, want ze hebben die nieuwe functies, die kwamen telkens geleidelijk, zo in tijden van corona werd dat gepubliceerd, dat het ook nog kon verschillen tussen organisaties, omdat dat ook nog te maken kon hebben met de versie Microsoft Teams die je hebt binnen je organisatie. Dus het zou ook nog kunnen betekenen dat bijvoorbeeld bij het Media College die nieuwe functie er volgende maand al is, en dat bij, ik zeg maar wat, een ROC van Amsterdam het pas over 2 maanden is bijvoorbeeld. Dus dat hebben ze helaas nog niet laten weten. Maar het klopt inderdaad dat het aanmaken van breakout rooms, dat makkelijker wordt gemaakt. Wat je nu moet doen, wat ik dus nu heb gedaan, is een Teams-omgeving aanmaken. Dat is, dan krijg je altijd zo'n algemeen kanaal. Dus dat is wat je hier ziet. En dan vervolgens heb ik verschillende kanalen aangemaakt. En dan per kanaal heb ik weer een nieuwe vergadering gepland. En die kan je toewijzen aan specifieke mensen, zodat je bijvoorbeeld in de klas kan zeggen, nou, nu gaan jullie in groepsverband uiteen om samen te gaan werken, om samen te werken. En dan zitten ze dus in deze vergadering. En dan kan jij als docent tussen die vergaderingen heen bewegen. Dus ik zou dan bij wijze van spreken, als we nu met z'n allen, of als hier nu een groepje in had gezeten, dan had ik nu hier aan kunnen deelnemen. En dan had ik na 10 minuten kunnen zeggen, nou dan ga ik nu naar het kanaal online begeleiding.
En dan ga ik vervolgens hier aan deelnemen. Over deze inrichting van breakout rooms hebben we ook een video gemaakt. Dus op het YouTube kanaal van MBO Media Wijs kan je de uitleg vinden over hoe je dat precies kan doen. Want ik kan me voorstellen dat het nu erg snel gaat wat ik allemaal aan het vertellen ben. Maar je vindt dat dus terug op het YouTube kanaal van MBO Media Wijs. Dus dan kan je de video terugkijken specifiek over hoe breakout rooms worden aangemaakt. Als het gaat over online praktijkonderwijs, dan zijn er verschillende tips te geven over hoe dat je dat kan inrichten. Ik heb van verschillende docenten begrepen dat het heel erg moeilijk is om die praktijk nu in tijden van corona, om dat nu goed duidelijk te maken. Nou, dan zijn er wel gelukkig wat aanpassingen te maken. Zo zijn er tools, zoals de tool Seppo. En met Seppo maak je een soort van speurtocht. Dat kan letterlijk zijn door een gebied, maar dat kan ook in een gebouw zich afspelen. Maar het hoeft niet te zijn dat je per se aan de wandel gaat, maar je zet in ieder geval vragen klaar voor studenten. En als zij zich dan op een bepaalde locatie bevinden, dan krijgen zij die vraag tot zich en kunnen ze de vraag beantwoorden. Het kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat jij als docent een bepaalde check kan invoeren. Want laten we zeggen dat de studenten naar de NDSM-werf moeten in Amsterdam-Noord, om daar iets te onderzoeken, misschien wel de kunst te bekijken wat daar te vinden is. En dat jij zeker wil weten als docent dat ze daar ook werkelijk zijn. En dan kan je als opdracht invoeren dat ze een foto moeten maken van de kunst. En dat vervolgens in de tool kunnen uploaden. Dus op die manier heb je toch wat beweging, kan het educatief zijn. En kan je dus ook praktijkgericht opdrachten bedenken. Nou, de Hans Hogeschool die heeft ook allerlei tips gegeven als het gaat over hoe je praktijkonderwijs precies inricht. Want zij stellen, het gaat vooral over het voordoen, het eigen maken en het automatiseren van handelingen. Hier verwijs ik naar een heel rapport waarin ze die tips geven. Nogmaals, ik ga dit materiaal op een later moment met jullie delen, zodat jullie hier ook bij kunnen. Dus als je dit allemaal hoort, wees niet gevreesd, dit komt nog naar je toe. Daarnaast is het ook mogelijk om VR-materiaal in te zetten. Dat lijkt misschien wat ver weg, maar dat is ook op een laagdrempelige manier goed te doen. Zo is er op YouTube en op kanalen zoals Vimeo zijn er verschillende video's te vinden, VR-video's. En je kan al met een goedkopere kartonnen variant van een bril, dan kan je je telefoon erin schuiven en ervoor zorgen dat je die VR-beleving hebt. Ik weet ook dat er bij verschillende scholen er VR-brillen zijn aangeschaft. Dus dat zou ook nog een optie kunnen zijn. Ik heb ooit eens gesproken met een collega bij ROC van Amsterdam van de opleiding beveiliging. En daar werd echt materiaal ontwikkeld waarbij de student ook keuzes moest maken in de video zelf. Dus daarbij kon het echt ook ingezet worden als toetsend. Nou, en een andere manier is om CoSpaces in te zetten. Met CoSpaces kan je een online omgeving helemaal nabouwen en daarin ook multimedia toevoegen. Kan heel erg interessant zijn om studenten wat meer de belevingswereld van hun toekomstige praktijk, om die wat meer in huis te halen. En je kan bijvoorbeeld een ziekenhuis laten nabouwen en daar de verschillende disciplines in aanbrengen. Maar het kan ook zijn dat het een museum is en dat je ze daarin opdrachten laat uitvoeren. Dus dat zijn tips als het gaat over praktijkonderwijs en hoe je dat verder kan inrichten. Als het gaat over online begeleiding, dan is het natuurlijk heel erg lastig om ervoor te zorgen dat je voor individuen nu veel aandacht hebt. Omdat je in een online les zit met een hele groep. En wat ik net al zei, dan kan het zijn dat de ene wat harder roept dan de ander. Wat je natuurlijk in de klas ook hebt. En hoe zorg je er dan voor dat je toch aandacht hebt voor een ieder. En ja, ook echt de problemen kan opmerken die er eventueel zijn. Nou, er zijn ook verschillende tips voor. Een collega van het Media College die gebruikt OneNote in Microsoft Teams. En die laten studenten daarin wekelijks een blog schrijven over hoe ze erbij zitten. Dus dat gaat puur over wat vind ik nou fijn aan deze lessituatie en hoe ervaar ik school nu. En daar mogen ze alles op kwijt. En op die manier kan zij telkens toch even lezen van oké, gaat het goed of niet? Dus dat is een manier.
Verder is het natuurlijk heel erg belangrijk om in die online lessen interactie te hebben, zodat je kan aansturen op socialisatie. Dat het niet alleen gaat over zenden. Dus eigenlijk wat ik nu aan het doen ben, dat is dus niet per se de bedoeling. Ik ben nu vooral aan het sturen en jullie zijn daarin aan het luisteren. Maar het is voor die andere partij, dus voor jullie natuurlijk veel prettiger wanneer je niet een hele dag van dit hebt, maar wanneer je ook zelf aan de slag kan en zelf kan praten en zelf aan het werk kan. Dus die interactie, dat is daarin, die is daarin heel erg belangrijk. Nou, hoe je dat inbrengt, dat wordt uitgelegd in een artikel van Science Guide. Ook daarin, dat deel ik nog allemaal met jullie. Nou, en het is heel erg belangrijk dat je dit binnen je docententeam bespreekt, hoe dat het onderwijs voortaan wordt vormgegeven. Want online lessen betekent dat je het voortaan heel goed moet voorbereiden. Dat je van tevoren weet wat je precies wil, wat je wil bereiken, wat je doelstellingen zijn. En dat je daarop op inricht. Dus dat betekent organisatie. En ik weet ook voorbeelden van docententeams die voortaan een wekelijks spreekuur hebben ingepland. Of waarin meer begeleiding wordt geboden voor bepaalde studenten. En zeker voor specifieke groepen kan dit best wel ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan studenten met ADHD of ADD die toch wel echt begeleiding kunnen gebruiken bij het plannen van hun werk. Nou ja, dat is dus ook een tip om daar wat meer rekening mee te houden en misschien binnen het team de taken iets anders te verdelen. Dus niet alleen op basis van vakken, maar ook op basis van zulke soort taken. Als je online het differentiëren wat meer wilt aanspreken, dan zijn daar ook verschillende tips voor. Zo zijn er video's van het Practoraat Media Wijsheid, maar ook de website Vernieuwenderwijs geeft je daarin allerlei tips. Zij zeggen vooral, bedenk eerst wat je wil. Wil je namelijk differentiëren op niveau of wil je dat het op tempo is? En er zijn natuurlijk allerlei manieren om differentiatie toe te passen. En pas wanneer je weet hoe je wilt gaan differentiëren, kan je kijken of dat eventueel kan met een bepaalde educatieve tool. Ik had het net al even snel laten zien, maar op de website van het Practoraat Media Wijsheid worden er dus ook tools genoemd waarmee je kan differentiëren. Zoiets Nearpod daar een voorbeeld van en ED Puzzle. Bij ED Puzzle kan je videomateriaal uploaden die je zelf interactief maakt door er vragen aan toe te voegen. Dus dan stopt het beeld en dan moet de student de vraag beantwoorden voordat hij weer kan verder kijken. En op deze manier zorg je ervoor dat de student het op zijn eigen tempo kan doen. En verder geen rekening hoeft te houden met klasgenoten. Dus op die manier kan je dus op basis van tempo differentiëren. En bij Nearpod is het zo dat je materiaal kan klaarzetten en dat jij als docent toegang hebt of de mogelijkheid hebt om te bepalen hoe snel dat het materiaal getoond wordt op de schermen van de studenten. Dus dan kan je daarin sturen. Beide voorbeelden, dus zowel Nearpod als ED Puzzle, zijn voorbeelden waarbij een verwerkingsovereenkomst nodig is. Dus daar zal eerst door de school besloten moeten worden in hoeverre het wordt aangeschaft en hoe dat het wordt ingeregeld. Nou, ik verwijs ook nog even naar een spelelement. Ik heb ooit eens met studenten bij het Media College een klein wedstrijdje gehouden om een opdracht meer verdieping te geven. En dat was dat ze gingen debatteren op Twitter. En dan moesten ze in groepjes hashtags bedenken om te kijken welke hashtag goed zou werken. En moesten ze ervoor zorgen dat dat debat ook echt meerdere dagen achter elkaar op gang zou blijven via Twitter. En via tooling zoals TweetDeck kan je dan vervolgens bijhouden wat het effect daarvan is. Dus ook op die manier aan de hand van gamification zou je kunnen zorgen voor differentiatie. Gamification is ook een filtering op de website van Practoraat Media Wijsheid. Dus kijk daar vooral ook naar wanneer je daar gebruik van wil maken. Nou, een ander onderdeel is online groepsvorming. En dat is zeker ook belangrijk wanneer het gaat over nieuwe studenten. We zijn in september weer begonnen met studenten die net van het voortgezet onderwijs afkwamen. En ik kan me zo voorstellen dat normaliter heb je veel aandacht voor groepsvorming binnen zo'n klas. En dat hebben we nu niet echt kunnen doen. Maar ook daar zijn wel oplossingen voor. Zo kan je bijvoorbeeld een online escape room maken in Microsoft Teams. Hoe je dat doet,
Dat leggen we uit op ons YouTube-kanaal. Dus dat kan je dus vinden via YouTube als je gaat naar mbomediawijs.nl. Dus daar zie je dat dan weer terug. Nou, een andere tip kan zijn om bepaalde tools te gebruiken die niet alleen toetsend kunnen zijn, maar ook weer een spelelement hebben. Zo heb je bijvoorbeeld de tool Socrative. En Socrative is een tool om toetsen mee af te nemen, maar naast dat je toetsen ermee afneemt, kan je de studenten ook op een leuke manier laten racen met elkaar. En dat kan een goede manier zijn om de les of de week mee af te sluiten, zodat het meer spelenderwijs is. En zij ook zien dat het niet altijd hoeft te gaan over de lesstof, maar dat het ook kan zijn dat ze gewoon bij elkaar zijn en lol hebben. En andere informatie delen dan dat het gaat over het onderwijs. Nou ja, en dan die breakout rooms die net al een paar keer zijn benoemd. Want het is natuurlijk ook fijn voor studenten wanneer ze kunnen samenwerken met de leeftijdsgenoten. En daar ook de ruimte voor krijgen. Dus dat ze niet de hele tijd in een les zitten met een docent erbij. Maar dat ze ook zelf regie kunnen nemen op hun eigen leerproces. En dat kan je dus doen door die aparte kanalen aan te maken. En dan kan jij als docent wel tussen die kanalen heen bewegen om te kijken of het goed gaat en eventueel bijsturen. Dus het is niet alsof je de regie helemaal weggeeft. Maar op die manier heeft de student toch ook nog wel zelf iets in handen. Het is ook belangrijk om de student mee te laten praten over het onderwijs. En te laten hem of haar te laten inspraak te geven over wat er nu geleerd moet worden. En waar hij of zij behoefte aan heeft. Dat verhoogt ook de betrokkenheid. Net als dat peer feedback en peer assessment daarbij kunnen helpen. Nou, organisatie SURF heeft daar wat meer informatie op hun website over gedeeld. Over hoe je ervoor zorgt dat je peer feedback en peer assessment juist kan integreren. En hoe dat dan zorgt voor een verhoogde betrokkenheid. Nou, waarom heb ik dat nu gezet over online groepsvorming? Omdat het in het begin heel erg belangrijk is wanneer je aanstuurt op veiligheid binnen een groep. En wanneer je ervoor kan zorgen dat de studenten echt samen kunnen werken en elkaar ook vertrouwen daarin. En dan is zo'n onderdeel heel erg belangrijk. Nou, en dan weer een tool, want met de tool Round Me kan je eigenlijk een soort van 360 graden video laten maken door de studenten. Het is het niet helemaal, want wat je eigenlijk doet is, de student maakt foto's met een telefoon en die foto's die kan je aan elkaar verbinden. En wanneer je het vervolgens bekijkt in Round Me, dan lijkt het dus op een video en ga je van de ene video of van de ene foto naar de volgende foto. En daarin kan je ook weer opdrachten zetten. Dus stel ik heb een foto gemaakt van een gebouw. Dan kan ik dus vragen stellen over dat gebouw. En wanneer de student dat bekijkt, dan komt die vraag naar voren. Kan daar antwoord op geven. En kan vervolgens weer doorklikken en komt dan op ander materiaal uit. Dus zo kan ik websites toevoegen. Ik kan nog meer beeldmateriaal toevoegen. Zo kan je dus een hele omgeving opbouwen. Zo zie je dus dat er heel wat verschillende tools zijn waar we vanuit het Practoraat Media Wijsheid naar verwijzen. En dat alles staat dus of genoemd op onze website of is te vinden via het YouTube kanaal. Zo ook dus ook deze video van die escape room die ik net had benoemd. En hieronder dus nog die verdiepingsslag. En daar ga ik even met jullie naar kijken, want we hebben op onze website een naslagwerk gemaakt. Zeker in tijden van corona is dat heel erg belangrijk geweest. En wat wij daar hebben gedaan is informatie verzameld van ook veelal andere partijen. En dat hebben we vervolgens weer ingedeeld op basis van de lesfase. Dus wat je hier ziet is wanneer het gaat over lesvoorbereiding, dan zie je allerlei tips waarbij we verwijzen naar andere partijen. Maar misschien wil jij wel iets meer weten over tijdens de les of over toetsing. En dan hebben we dat dus in categorieën aangebracht en kan je daar dus op verder klikken om gebruik te maken van die tips. Want in tijden van corona is er ontzettend veel gepubliceerd door ons, maar ook door andere scholen en door allerlei aanverwante organisaties. En dan is het best wel ingewikkeld om daarin te bepalen wat nou belangrijk is en wat je nu precies moet lezen. Dus op basis hiervan hopen we dat je een soort van naslagwerk hebt
En dat je hier dan toch gebruik van kan maken. Nou, dat is de informatie die ik in de kanalen met jullie wilde delen. En waar we dus eigenlijk, mijn intentie was dus eigenlijk om daarmee aan de slag te gaan. Maar ik heb dus nu een lichte aanpassing gemaakt. En ik hoop dat het daarmee de informatie alsnog wel goed is overgekomen. En dan ga ik nu kijken of er vragen zijn. Of jullie nog iets specifieks willen weten. Ik zie nog geen handjes. Kijk nog even. Ik denk dat het heel duidelijk uitlegt. Ah, ja. Fijn. Dankjewel. Goed om te horen. Welke tools zijn mijn lievelings? Nou, dat is een goede vraag, Anna. Ik heb voor AVG-tijd, moet ik er duidelijk bij zetten, veel gebruik gemaakt van ID-puzzle. En dat is me heel erg goed bevallen. Dan zette ik video's klaar. Video's die ik bijvoorbeeld vanaf de VPRO of de NPO had gehaald. En die kan je dan integreren. En dan zit het in een afgebakende omgeving. En dan kan je daar dus allerlei vragen bij stellen. En ik kreeg ook van de studenten terug dat ze het heel erg fijn vonden. Dat ze dan op hun eigen tempo die video konden bekijken en de vragen konden beantwoorden. En als ze het dan niet begrepen, dan konden ze gewoon even stoppen en dan konden ze iets opzoeken. En dan voelden ze niet de druk om op dat moment te antwoorden. Dus dat is voor mij een hele fijne tool. Maar, ik zei net al eventjes, nu in tijden van AVG is het goed om op te letten over hoe je die nu kan inzetten. Want ID-puzzle vereist dat je een inlog aanmaakt. Dat wil niet zeggen dat het nu niet meer te gebruiken is, maar je moet er wel goed over nadenken. Je zou bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van 10-minute mail. Dat is een oplossing. Dus dan laat je studenten een tijdelijk e-mailadres aanmaken, zodat ze niet hun persoonsgegevens achterlaten. Of je bespreekt het met de functionaris gegevensbeschermer met de school. En wanneer er een verwerkingsovereenkomst is, dan kunnen ze ook met hun schoolmail inloggen. Maar het is dus eigenlijk niet de bedoeling dat ze dat doen met hun eigen persoonsgegevens. Dus dat ze voornaam, achternaam, et cetera, achterlaten op dat platform. En dat komt dus omdat de gegevens niet in Europa worden opgeslagen. Dus een van de eisen binnen de AVG is dat persoonsgegevens binnen Europa worden opgeslagen. En ID-puzzle, dat is een Amerikaanse tool. En hun dataopslag is dan ook buiten de EU. Dus vandaar dat dat een nadeel is. Maar dat wil dus niet zeggen dat je het niet helemaal meer kan gebruiken. Nou, dat is voor mij een favoriet. Eentje die ik heel erg fijn vind. En als het gaat over workshops en zorgen voor interactie, dan vind ik Miro ook een hele fijne. En Miro is een heel groot whiteboard waar je van alles aan kan toevoegen. En dan kan je dus mensen daar aan toelaten en dan kunnen zij dus daarop teksten kwijt, maar ook vragen stellen. En dan kan je dus eigenlijk met een hele grote groep samenwerken. Dus ook dat is wel een goede tip wat mij betreft. Maarten, je hebt een vraag. Ja, je had het over Mural. Ja? Ja, ik heb er vorig jaar mee gewerkt, vorige keer. Daar had ik heel veel, omdat ik met de eerstejaars bezig ben, dat ze wel bezig zijn om in te loggen en dat soort dingen. Maar het lijkt wel tot een snel chaotische toestanden, maar je moet wel heel duidelijk en stringent zeggen van dit doen en dat doen. En ook de manier van het opzetten van je mural, dat het heel makkelijk en ABC voor die kinderen is, anders wordt het heel chaotisch. Ja, ik herken dat beeld zeker, Maarten. Het is inderdaad van belang dat als je het gaat gebruiken, dat je van tevoren goed kijkt hoe je het wilt inzetten. En ik denk dat daar ook weer het TPEC-model komt kijken, waar ik net ook al even naar verwees, naar het SAMR-model. Namelijk dat je eerst kijkt naar de doelstelling van je les en of dat het wel onderschrijft. Want het behoeft wel een bepaalde uitleg richting de studenten. En je kan ook aanpassingen maken in de rechten. Dus je kan ook bepalen of de studenten alles mogen binnen die Miro-omgeving. Of dat ze bijvoorbeeld alleen antwoord mogen geven op de vraag die jij al hebt klaargezet. Dat bepaalt ook wel heel veel in de eventuele chaos die ontstaat. Want anders kunnen ze namelijk met alle onderdelen die erin staan, kunnen ze gaan slepen. Dus dan wordt het ook een chaos. Het is een goed systeem in ieder geval. Dat wel om iets te onderwijzen online. Dat is wel zo het geval.
Maar je moet ze niet laten tekenen, vrijwillig. Nee, ik denk inderdaad dat dat zorgt voor wat chaos. En ik zie in de chat ook nog een vraag van Maud. En die vraagt, en wat nu in Teams zit, hoe werkt die Freehand by Envision? Maud, zou je dat willen toelichten? Want ik geloof dat ik je vraag niet helemaal begrijp. Ja, nou kijk, als je dus je scherm gaat delen, hè, dan krijg je allemaal wil je bureaublad delen of je PowerPoint delen. En daar zit nu opeens ook Freehand by Envision bij. Waar ik dan ook een soort reclamefilmpje van zie van, wat jij vertelt van een mural ongeveer. Van, daar kan je alles op doen en dan kan je dit op plaatsen en zus op plaatsen. Maar goed, dan moest je ook weer een heel aanmeldproces doorgaan. Nou, daar ben ik mee gestopt, had ik geen tijd voor. En toen, omdat je het er nu over had, dacht ik, oh, misschien weet je dat of dat iets is wat werkt. Of zien jullie dat niet? Ik zie dat namelijk, als ik het scherm ga delen, zie ik zo'n rood ding. Je whiteboard en daaronder Freehand by Envision. Ja, ik heb hem inderdaad gezien, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nog niet heb gebruikt. Dus ik kan daar niet helemaal op antwoorden in hoeverre dat een goede tooling is. Wat ik wel een nadeel vind van Teams, is dat zij veel add-ons nu laten zien. Waarbij Teams vaak een onderdeel is van de schoolomgeving. Dus veel scholen die hebben nu een overeenkomst gesloten met Microsoft. En dat is dus allemaal vrij te gebruiken. Maar de add-ons die worden aangeboden in de Teams-omgeving zijn niet allemaal AVG-proof. Dus dat is eigenlijk een beetje vreemd. Maar daarin staan soms onderdelen die je niet zomaar kan gebruiken. Dus waar weer apart een verwerkingsovereenkomst voor moet worden opgesteld. Dus dat is nog wel even het opletten waard. Dus als je weer tegen een muur aankomt van opnieuw inloggen en dingen downloaden, dan weet je dus van dat dat niet een vast onderdeel is van Microsoft Teams. En zal je dus opnieuw even moeten kijken naar of daar toestemming voor is. Dan zie ik dat er nog een hand omhoog is van Joke. Joke, wat is je vraag? Ja, je hebt heel veel programma's opgenoemd. En ik vroeg me af, kun je dat in Teams doen? Of moet je bijvoorbeeld bij Padlet, moet je eerst de link delen? Dan heb je twee programma's waarbij je in Teams dan je scherm deelt. Of je dingen laat zien. Begrijp ik niet helemaal. Ja, dat is inderdaad een goede vraag, Joke. Want het antwoord is eigenlijk ook wisselend. Want er zijn tools die geïntegreerd zijn. Maar er zijn dus ook tools, dus de voorbeelden die ik net heb gegeven van die eigenlijk in deze workshop zouden gebeuren, namelijk Mentimeter en Padlet, die zijn dan weer los daarvan. Dus dan betekent het inderdaad dat je zou scherm delen en dat je wisselt. Dus het is ook heel erg aan jezelf, hè, van wat wil je bereiken met de les. Wat wil je ophalen aan informatie? Of wil je ze laten samenwerken? En kan dat alleen met Teams? Of heb je daar een ondersteunende tool bij nodig? Daar zit het hem vooral in. En hoe ik het nu dus had ingericht. Hè, dus het is eigenlijk best wel vervelend dat sommigen van jullie toch geen toegang hadden tot die Teams-omgeving. Maar je kan dus vanuit een kanaal, kan je daar linkjes delen. En dat ze van daaruit kunnen doorklikken. Dan maak je het toch weer iets laagdrempeliger. Ik hoop dat ik daarmee voldoende antwoord heb gegeven op de vraag van Joke. Zijn er nog andere vragen? Ik lees ondertussen ook even mee in de chat. Anna die geeft nog aan, je kan ook een website linken als tabblad in Teams. Ja, klopt inderdaad. Dus je kan ook zelf nog iets toevoegen. Dus dat is ook een hele mooie. Even kijken. Nog iemand die aangeeft dat de AVG heel erg belangrijk is om aandacht aan te geven. Ja, nou dat is het inderdaad zeker. Ook zeker als het gaat over dat schermdelen. Hè. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat mensen dan schermdelen en dat er toch per ongeluk informatie dan te zien is wat eigenlijk niet helemaal bedoeld is in zo'n online les. Dat maakt het hele online lesgeven toch wel een stuk ingewikkelder. Ik hoop in ieder geval dat jullie met deze bijeenkomst, ook al liep hij wat mij betreft niet heel soepel, in ieder geval niet zoals ik had gepland, daarvoor mijn excuses.
jammer dat Teams in dit geval niet helemaal mee zat. En aan de andere kant denk ik, ja, dit is ook de praktijk. Dit is iets wat jullie waarschijnlijk ook tegenkomen, dat je een online les plant, dat je het een en het ander hebt voorbereid en bedacht en dat het dan niet helemaal loopt zoals gepland. Maar ik ga er in ieder geval voor zorgen dat de informatie die ik heb gedeeld, dat nog via de mail tot jullie komt. Saskia, die heeft nog een vraag. Ik ben nog nieuwsgierig naar het filmpje van de... Van de wethouder, ja. Ja, stuur je die door? Ik ben heel blij dat je me daarop wijst. Dat ga ik alsnog doen. Want net ging dat natuurlijk niet. Maar hier is ze. Beste docenten van het MBO, omdat ik niet live bij jullie kan zijn, heb ik dit filmpje opgenomen. En dat voelt een beetje suf. En tegelijkertijd wilde ik het moment niet laten schieten om langs deze weg jullie toch even toe te spreken. Vooral omdat ik jullie een enorm compliment wil geven. Het zijn gekke tijden. Veel van de lessen die jullie geven gebeuren vanuit huis of kantoor, of in ieder geval door middel van een scherm, net als nu. En dat is natuurlijk echt best wel zwaar. En tegelijkertijd houden jullie daarmee het mbo-onderwijs in deze stad, in deze regio, overeind. En dat is ontzettend belangrijk voor de studenten en voor het werk en het vakgebied van het mbo. En dat doe je dus vanuit huis. En dat lijkt me ook ontzettend zwaar, want je komt elkaar niet meer tegen. Collega's niet bij het koffieautomaat, maar ook niet in gewoon gesprekken over onderwijs. Je komt de leerlingen niet meer tegen. Je kan leerlingen niet even echt in de ogen kijken om te kijken hoe het met ze gaat, of ze het doorhebben, wat er speelt. En dat doet ook iets met de kwaliteit van je onderwijs. En daar gaan we het over hebben, of daar gaan jullie het over hebben in deze sessies. Hoe kan je online toch nog zo goed en zo kwaad als het kan goed onderwijs geven? Welke dingen kunnen misschien juist nu, die voorheen veel lastiger zijn? En waar lopen jullie tegenop? En dan toch met elkaar te kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Nogmaals, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Maar ik wil jullie vooral ook echt bedanken voor alle inzet deze tijden voor de studenten van Amsterdam en daarbuiten. Ja, dus dat was de boodschap van de wethouder. En ze heeft zeker gelijk dat jullie echt in het zonnetje moeten worden gezet. Want jullie doen het maar elke dag. En ik hoop dat deze workshop een klein beetje heeft geholpen. Mocht je vragen hebben over iets van digitale didactiek, hoe je tools toepast, hoe je überhaupt kan beginnen aan de opzet van een online les, hoe je ervoor zorgt dat je mediawijze thema's integreert in je les, laat het dan vooral weten. Je hebt mijn e-mailadres, maar je kan dus ook contact zoeken via de website van het practoraat. Marianne, je hebt nog een vraag. Ja, heel interessant, maar dit zou ik ook willen delen met mijn mede-collega's. Is het ook een mogelijkheid dat jullie een training geven hierin? Zeker, ja. Ja. Dat is leuk dat je dat zegt. Dat zou ik graag willen doen. Dus laat dat vooral ook weten. En ik ga kijken wat er op basis van deze workshop eventueel ook nog te delen valt met de buitenwereld. Maar je kan mij zeker ook contacten voor een training. Oké, dankjewel. Nou, dan wil ik het hierbij laten. Ontzettend bedankt voor jullie aandacht en jullie geduld. Aangezien het in het begin een beetje misging. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En zoek vooral contact als je meer vragen hebt. Heel veel succes met de online lessen die nog komen gaan. Dank jullie wel.